Beste kijkers, de aanvraag voor e-visa en toeristenkaart zal nu online geschieden. Hoe, waarom en wat de voordelen hiervan zijn, vertelt ambassadeur Truideman Luciano ons. Goedendag meneer Truideman en welkom. Goedemiddag, dankjewel voor het uitnodigen naar de studio. Hoe gaat het met u? Heel goed. Meneer Truideman, kunt u ons een update geven van het aanvragen van een e-visa en toeristenkaart online? Een update van de e-visa en e-toeristenkaart online. We hebben vanaf maart 2019 een overeenkomst getekend met het bedrijf VFS. In april hebben we de launch gehad van de e-toeristenkaart en de e-visa. Het e-visum en nu zijn we thans in het proces om volledig over te stappen naar de e-visum of het e-visum en de e-toeristenkaart. Oké. Hoe lang heeft dit traject geduurd om te komen tot online aanvragen en welke kinderziektes hebben jullie gekend? Wel, het heeft een hele tijd geduurd. We zijn in 2018 mee begonnen. Ergens midden 2018, maar daarvoor waren andere collega's van mij ook al bezig ermee. Maar in 2018 heeft het echt een vaart genomen. We hebben de onderhandelingen gestart met vier bedrijven, waarna we uiteindelijk hebben gekozen voor één bedrijf. En de kinderziektes, ja, elke nieuwe applicatie die je gaat lanceren heeft kinderziektes. Maar daarom hadden we ook een periode van 6 maanden dat we dit systeem hebben uitgetest en er zijn kinderziektes die worden ook met het bedrijf, samen met het bedrijf, dus VFS Global, wordt het voornamelijk daaraan gewerkt. Ook hebben we, om de kinderziektes natuurlijk ook te identificeren, hebben we verschillende meetings gehouden met het bedrijf, met de belangengroepen zoals de SHATA, dus de vertegenwoordiging van de hotels en zo, SHATA, maar ook met de media. De media kon dan hun eigen input geven, SHATA kon hun input geven en we hebben de commentaren meegenomen. En die zijn dan doorgespeeld naar de applicatiebouwer, want de applicatiebouwer is VFS, om te kijken hoe deze voorstellen mee te nemen in het verbeteren van de applicatie, dus de beleving van de persoon of van de personen die gebruik zullen maken van de applicatie. Oké. Meneer Truideman, wat is de reden geweest om over te stappen naar het online aanvragen? De reden voor het overstappen naar de online applicatie, het zijn een paar redenen hoor. Eén is, als we kijken naar de uitgaven die de overheid heeft om visum en toeristenkaarten te verkopen op Sanderij. Niet alleen op Sanderij, maar ook op de buitenposten. Je moet begrijpen dat we 18 buitenposten hebben, waar we speciale mensen, dus waar we mensen voor moeten aantrekken en moeten detacheren. Okay. Deze mensen worden gedetacheerd naar de landen. Het zijn consulaire medewerkers die voornamelijk belast zijn met het innemen van de aanvragen, maar ook dus het uitgeven van de visum en de toeristenkaarten. Op Sanderij, u weet het, elke dag moeten we mensen sturen. We hebben soms 2, 3, 4 vluchten per dag. Ja. Er komen steeds meer vluchten bij. COPPA is onlangs ook gestart op het vliegen naar Suriname. We hebben Fly Always die ook een heleboel landen aandoet. Ja. We hebben KLM die nu in een piek komt. Ze gaan meer vluchten uitvoeren. SLM straks ook met een nieuw vliegtuig. Dus het wordt druk. De kosten zijn verschrikkelijk hoog om die operatie te houden. Dus vandaar eigenlijk het idee om de e-visum en e-toeristenkaartapplicatie te introduceren voor Suriname. Okay. Wie gaat dat stukje beheren online? Online zijn dus de dienstenspecialist, dat is dus VFS Global. Zij hebben die applicatie gebouwd, zij beheren het. Maar niet alleen beheren. Zij nemen ook de aanvragen in. Okay. Ze hebben speciaal daarvoor een kantoor in Suriname gevestigd. De back-office van ze. Ze hebben ook een klantenservice, dus mensen die problemen of advies nodig hebben bij het aanvragen, dus bij zo'n aanvraag, kunnen altijd bellen naar het bedrijf. Verder, dan moet ik even in detail gaan, verder wordt dan zo'n aanvraag doorgestuurd naar ons. Dat is de consulaire afdeling, die dan
een applicatie gaat screenen en goedkeuren of eventueel afwijzen als het niet voldoet aan de voorwaarden. En om even te verduidelijken, is het consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken? Ja, het is consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Dus de consulaire afdeling, het onderdirectoraat consulaire zaken en personenverkeer, gaat nog steeds over de goedkeuring, afwijzing van visum- en toeristenkaarten aanvragen. Oké. Okay. Nou, meneer Truideman, toch zullen we zitten met een kwestie van de Cubanen. Hoe gaat dat opgelost worden? Ja, ook voor de Cubanen. Dus er is inderdaad een kwestie gerezen, recentelijk nog. Maar ook het ministerie had al problemen geconstateerd, hoor, voor met name Cubanen. En we hebben samen met het bedrijfsleven gekeken naar mogelijkheden. We hadden zelf ook voorstellen gedaan. En we zijn tot een oplossing gekomen, namelijk voor de Cubanen hebben we als oplossingsmodel dat zij voorlopig, dus Cubanen wonende in Cuba, voorlopig dat zij het visum en de toeristenkaart gewoon kunnen betrekken op onze ambassade te Cuba, Havana. Maar ook hebben wij met de vliegmaatschappij Fly Always een overeenkomst getekend dat zij de toeristenkaarten, alleen de toeristenkaarten, mogen verkopen aan de Cubanen die vanuit Cuba vertrekken naar Suriname. Okay. Oké. Okay. Nou, meneer Truideman, behalve die voordelen die u net heeft aangehaald, dan denk ik aan invulling geven aan posten, mensen die op zanderij gestationeerd moeten worden. Zijn er ook andere voordelen als ik bijvoorbeeld denk aan een snelle afhandeling? Ja, er zijn natuurlijk ook andere voordelen. Ik wilde daarop ingaan. Ja. Bedankt dat u die vraag hebt gesteld, want ik zou toch nog erop terugkomen. Er zijn andere voordelen. Kijk, met een e-applicatie ben je bereikbaar voor de hele wereld. Ja. Het is in elk land, in elk district of in elke staat kan je accessen, zolang je maar internet hebt. De andere voordelen daarvan, dus kostenbesparing, verder bereikbaarheid, maar ook ten aanzien van een stukje gemak dat de cliënt zal hebben met deze applicatie. Dus het is althans we streven ernaartoe om die beleving, die e-applicatiebeleving, zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Oké. Loopt Suriname een beetje voor op Caribische landen als het gaat om e-visa en toeristenkaart? Jazeker, lopen we voor op enkele Caribische landen. Wij zijn een van de twee landen in het Caribisch gebied die vanaf aanvraag tot afhandeling, helemaal digitaal zijn gegaan. Andere landen hebben de aanvraag nog steeds digitaal, maar de afhandeling gebeurt nog steeds op basis van de oude methode, papier enzovoort. Maar dit is helemaal digitaal. Je krijgt de aanvraag digitaal binnen en de toekenning van een visum of de afwijzing gaat ook digitaal naar de persoon. Oké, dus die afhandeling is veel sneller? De afhandeling is veel sneller. De afhandeling moet al binnen 72 uren, maar in de meeste gevallen is het al, of zelden komt het voor dat we 72 uren moeten gebruiken. Het is meestal al binnen 24 uur. De volgende dag wordt het goedgekeurd, of dezelfde dag zelf. Okay. Nou, ambassadeur, wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan? Voor Suriname zijn er geen kosten aan de e-applicatie. Okay. Het bedrijf heeft dat systeem geheel kosteloos gebouwd. Ze leveren hun diensten en voor de diensten worden ze betaald door elke applicant. Het visum of de toeristenkaart. De prijs is niet omhoog gegaan, het is nog steeds hetzelfde, dus de prijzen zijn hetzelfde gebleven, maar elke applicant gaat voor zo'n visum of toeristenkaart natuurlijk een fee betalen. En die fee is $14. Over die fee hebben wij in het contract of hebben wij afgesproken met het bedrijf dat we daarover kunnen onderhandelen. Naar gelang we merken dat meer mensen komen, zullen dus meer mensen gebruik maken van die applicatie, dat natuurlijk die fee naar onder moet gaan, want je gaat meer verdienen, dus die fee moet naar onder. Oké. Nou, hoe zal die website eruit zien, meneer Truideman? Die website is heel simpel. Je komt op die website, je ziet alle gegevens van het bedrijf, je ziet ook de type visasoorten, je ziet de toeristenkaart, je ziet de landen die in aanmerking komen voor een toeristenkaart, dat zijn 53. Je ziet ook met welke landen we afschaffingsovereenkomsten hebben, dus welke landen voor welke landen er geen visum nodig is en voor welk type paspoort. Verder kan je ook
alle andere gegevens voor per type visum kan je vinden op die website. En ook de bedragen voor elk type visum. Los daarvan bestaat dus die website, de aanvraag, tot de afhandeling uit 3 stappen. 1 is registreren. Je moet natuurlijk registreren, want je gaat betalen. Dus vandaar dat registratie belangrijk is. Je maakt een account. Dat is de eerste stap. De tweede stap is, je gaat je visum aanvragen. Je vult dan de opgevraagde gegevens. Dus de gegevens die nodig zijn en de documenten die nodig zijn. Zoals je paspoort, een kopie van je paspoort, een kopie van je foto, je ticket, want we moeten weten wanneer je komt, heb je wel een ticket. En andere gegevens, zoals waar ga je wonen. Dus waar ga je verblijven tijdens voor de duur van je verblijf in Suriname. En hoe lang je van plan bent te blijven. Dus dat is allemaal belangrijk dat we weten. Het zijn natuurlijk ook gegevens die van belang zijn voor de immigratie, maar ook voor de toerisme sector. Yeah. Die hebben deze gegevens ook nodig. Dus al deze gegevens hebben wij met dit systeem op 1 plaats. En die gaan we natuurlijk ook ter beschikking stellen van de relevante autoriteiten. Oké, nu het een beetje makkelijker wordt, meneer Truideman, om die aanvraag te doen. Alles komt online. Zullen we meer toeristen hebben in Suriname? Uiteraard zullen we meer toeristen. En daarom hebben we dit systeem ook geïntroduceerd. Is om meer toerisme naar Suriname te halen. Is om eigenlijk het personenverkeer naar Suriname te faciliteren. U moet weten dat we beperkt waren met die 17 posten. We waren echt beperkt. 17 posten, u snapt het. Als iemand uit heel ver uit het oosten wilde komen, moesten ze naar China. Wanneer iemand uit het westen, moesten ze naar Nederland of Parijs of naar Brussel gaan om een visum te kopen. Of ze moesten helemaal naar Suriname komen om een toeristenkaart te kopen. Met het risico dat, als het niet werd goedgekeurd, je teruggestuurd werd. Ja. Dus sowieso verwacht ik een grote toename. We merken het eigenlijk ook al bij de applicaties. Elke week kijk ik naar het aantal. Omdat we nu nog steeds, aanstaande vrijdag gaan we dus totaal overstappen. Dan merk ik dat we van 3-4 per dag, nu gaan we naar bijna 200 per dag. Okay. Dus er is een grote stijging. En we verwachten, natuurlijk met de cijfers van voorgaande jaren, verwachten we dat we op maandbasis gaan zitten tussen 11.000 en 12.000 aanvragen. Een goede groei. Dat is wat we al hadden in de voorgaande jaren, maar we verwachten een nog grotere groei. Dus we zullen zeker bijdragen aan, deze applicatie zal zeker bijdragen aan een stukje groei in het vervoeren van mensen naar Suriname. Oké. Okay. Is Suriname ready daarvoor? Het ministerie van Buitenlandse Zaken is sowieso ready. We zijn bezig, natuurlijk zijn er nog kleine dingen die we in place moeten brengen. Maar we zijn elke dag bezig met zowel de veiligheid, dus nationale veiligheid, directeur naar nationale veiligheid, maar ook met de andere diensten zoals de immigratie en veel luchthavenbeheer. Ja. Om alles in place te hebben, zodat wanneer de passagiers komen op Sanderij, dat ze een vlotte afhandeling kunnen hebben. Oké, okay. Het is duidelijk, meneer Truideman, maar toch nog kunt u nog een stukje voor ons uitleggen. Kan ik eenmaal 24 uur op die website? U kunt 7x24 uur op die website. Okay. Any moment, anywhere, any place kunt u op die website. Ik moet vermelden dat die website elke dag zijn we bezig met aanpassingen aan die website. Alleen maar om het zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Ik zei het al. We zijn gestart met 2 talen, namelijk Nederlands en Engels. We hebben geluisterd naar het publiek, we hebben geluisterd naar de commentaren. Men zei, zet ook Portugees, zet ook Spaans, zet ook Frans, zet ook Mandarijns, want dat zijn de mensen die komen. En we snappen het ook, we krijgen veel Franse toeristen, maar we krijgen ook toeristen uit Europa en het Caribisch gebied en ook uit Latijns-Amerika. Dus iedereen moet die applicatie kunnen gebruiken in zijn taal. Ja. Vanaf dus de introductie hadden we Nederlands en Engels. Nu hebben we Nederlands, Engels, Portugees, Spaans, Frans en Mandarijns op die website. Dus ik moet zeggen dat voor iedereen het toegankelijk zal zijn. Ja. Vrijdag 18 oktober is de officiële launch hiervan. Hoe gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken dit tegemoet? Wel, voor mij is het echt, moet ik zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig. Maar ik ben ook blij, heel erg blij, omdat we met deze applicatie kunnen tonen dat ook Suriname
kijk naar de ontwikkelingen op ICT-gebied en dat we ook meegaan. Als we zouden blijven met het oude systeem, zouden we zeker verliezen. Dus economisch verliezen wanneer we het hebben over toerisme, wanneer we het hebben over het ontwikkelen van onze horeca-sector, dus de toerisme-sector. We zouden gewoon weg verliezen. We moeten meegaan met de ontwikkelingen. We moeten de mensen bereiken. We moeten zoveel mogelijk mensen naar Suriname proberen te halen om ook de andere sectoren te ontwikkelen. En dat is één. BUSA doet zijn deel, de andere natuurlijk, moeten de andere sectoren ook hun deel doen. Ja. Want we kunnen zeggen, we brengen meer mensen. De grenzen worden opengesteld, of althans, het wordt makkelijker voor ons. Niet de grenzen, maar het wordt makkelijker om naar Suriname te komen. Maar ook de andere sectoren moeten hun deel in place hebben. En dan, misschien mag ik nog een ding toevoegen. Wanneer we het hebben over e-visa en e-toeristenkaart, dan moet ik vermelden dat ook de veiligheid vooral van belang is om naar te kijken wanneer we het hebben over de implementatie. Want vaak genoeg heb ik in gesprekken, weet je, dat wil men, heeft men vaak genoeg aangehaald van, maar kunnen we dit niet weghalen, kunnen we dat niet weghalen, zodat men heel makkelijk zoiets kan krijgen. Ik zeg van, in mijn ogen wel. Maar we moeten ook met de veiligheidsdiensten daarover van gedachten wisselen. En ook de veiligheidsdienst, de Nationale Veiligheidsdienst, althans het Directoraat Nationale Veiligheid, heeft ook zijn input gegeven. En op grond daarvan kunnen we zeggen, we moeten de veiligheid van het land, maar van de burgers in Suriname, sowieso veiligstellen. En ook natuurlijk de persoon die komt, toch, moeten we veiligstellen. Ja. Dus vandaar dat informatie niet zomaar weggehaald kan worden. En de applicatie zo veel als mogelijk klantvriendelijk gemaakt is voor iedereen die erop wil gaan. We zijn natuurlijk nog bezig hier en daar te tweaken om het nog klantvriendelijker te maken. Oké. Meneer Truideman, het is duidelijk. Mag ik u namens het Nationaal Informatie Instituut alvast feliciteren met deze grote stap die het ministerie heeft gedaan. En natuurlijk heel veel succes te wensen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Dank u wel. Kijkers, u heeft het gehoord van de ambassadeur Luciano Truideman. Vanaf vrijdag 18 oktober 2019, e-visa en toeristenkaart online.